Een overhead is ook wel industriedeur of sectionaaldeur genoemd. Het zijn deuren die zijn opgebouwd uit brede secties. Bij opening worden deze secties door middel van een railsysteem over uw hoofd begeleid. Ze hangen dan horizontaal in de ruimte evenwijdig aan het plafond. Als u een hoge loods heeft, zal dit niet tegen het plafond aan zijn. U heeft dan een loze ruimte tussen de overheaddeur en het plafond van de loods. De overheaddeur komt standaard met een eenvoudige handmatige schuifvergrendeling die u aan de binnenzijde van de loods kan bevestigen. Dat betekent wel dat u een overheaddeur handmatig alleen van binnenuit op slot kunt doen of van het slot kan halen. Uw loods is hiermee goed beveiligd tegen inbraak. U heeft wel altijd een loopdeur of een andere deur nodig om uw loods te betreden en de overheaddeur van binnenuit van het slot te halen of op slot te doen. Tenzij u een elektromotor inclusief twee afstandsbedieningen bestelt bij de overheaddeur, dan zal de motor de vergrendeling zelf verwijderen voordat de deur geopend wordt. Overheaddeuren worden vaak toegepast in loodsen omdat ze ideaal zijn om brede doorgangen af te sluiten. De maximale maten van onze overheaddeuren bedragen 415 cm in hoogte en 318 cm in breedte. Wij kennen de volgende maten overheaddeuren. Let wel, bij elk loodstype hoort een standaardmaatdeur. U kunt deze dus niet zelf kiezen. De voordelen van een overheaddeur zijn: een overheaddeur is isolerend. De dagmaat is gelijk aan de doorrijhoogte. Omdat de deur uit secties bestaat, hoeft u bij schade alleen het beschadigde element te vervangen. Een overheaddeur maakt minder geluid dan een roldeur. Een overheaddeur is inbraakwerend omdat ze alleen van binnenuit te openen zijn. De nadelen van een overheaddeur zijn: ze zijn niet van buitenaf te openen, behalve met een afstandsbediening. Ze zijn duurder dan bijvoorbeeld een roldeur. Een overheaddeur hangt horizontaal in de ruimte als hij openstaat, waardoor de werkhoogte in de loods niet volledig te gebruiken is. Er zit een loze ruimte tussen de deur en het plafond van de loods. In onze blog ziet u een heldere samenvatting wat u van welke deur kan verwachten. Vul de offerte toe in om direct een kostenindicatie te krijgen van uw gewenste loods met diverse deurencombinaties. En natuurlijk, u kunt ons altijd bellen, want daar zitten we tenslotte voor.